Beste mensen in Rijswijk, het loopt tegen de kerst. Ik sta hier bij een kerstboom, maar wel met een heel dubbel gevoel. We worden op dit moment hard getroffen door de lockdown. Dat heeft een groot impact op iedereen. Dat betekent dat de niet-essentiële winkels gewoon weer dicht zijn. Dus je kan niet gezellig shoppen om leuke dingen te kopen. Dat betekent dat de kinderen van school gehaald zijn en thuis zitten, althans de meesten. Dus dat geeft niet alleen een gezellige drukte, maar het is ook lastig om het vol te houden in het huishouden en het werk. Dat betekent ook dat de contactberoepen, de kappers, niet open zijn. Dus we kunnen niet lekker de haartjes mooi maken. Dus dat valt allemaal ontzettend tegen. Dat betekent dat we ook heel goed moeten oppassen dat we de coronaregels navolgen. We doen dit om besmettingen te voorkomen, om onnodige contacten te voorkomen, zodat het virus niet overspringt. We zijn er nu al 8 maanden mee bezig, maar nu komt het er echt op aan. De cijfers zijn weer gestegen. Ik heb het nog eens opgevraagd. Dit jaar zijn er al 60 mensen in Rijswijk overleden door corona. Iedere week worden er nog tientallen mensen ziek. We moeten het nu echt goed volhouden om er goed van af te komen. Dat betekent dat ik echt een klemmend beroep doe op iedereen om zich aan de regels te houden, om afstand te houden, om handen te wassen, om kapjes te dragen en zich niet te begeven in grote gezelschappen. Dat moet echt gebeuren om het er nu onder te krijgen. Er zijn veel mensen die getroffen zijn door die ziekte. Niet alleen in het gezin, de familie, door ziekte en overlijden, maar ook financieel zijn er heel veel mensen die het zwaar hebben, die moeite hebben om rond te komen, die moeite hebben om perspectief te blijven zien, om het vol te houden. En dan komt het aan op gemeenschapszin. Dat je er voor elkaar staat. Dat je in de gaten houdt of mensen het een beetje volhouden. En dan betekent het dat mensen ook mooie dingen gaan doen. Er ontstaan initiatieven in de buurt met jongeren. De gemeente organiseren we ook een aantal dingen. Let goed op elkaar. Hou contact met de telefoon of stuur een kaartje. Je kan een wereld aan mooie kaarten kopen met de goede zinnen erop, de leuke tekeningen erin. En dat helpt enorm voor eenzame mensen om er doorheen te komen. Dus ik doe een klemmend beroep op iedereen om het vol te houden. Je doet het niet alleen voor jezelf, je doet het ook voor je medemensen. Hou vol en dan komen we dit jaar door. En dan gaan we vanaf januari met een nieuw perspectief verder. Want het vaccin komt eraan. En als het een beetje mee zit, hebben we tegen de zomer weer een meer normaal leven. Zet hem op, Rijswijkers.